hier in de Kuip tegen NAC Breda moet er vandaag gewonnen worden. Gorter. En van de uitblinkers in de eerste wedstrijd in Breda. Wijnaldum. El Amadi van de bal gezet. Het is duidelijk dat ik zijn naam niet al te vaak hoef te noemen als hij de bal heeft. Dan begrijpt u, Leurling heeft hem. Bahia. Van Bronckhorst dus weer linksback. De eerste bal richting Makai is te kort. Thomas ontbiedt zich aan. Ver. Komt er wel langs, gaat liggen, maar krijgt niks van Brahma die er bovenop staat. Stond er goed direct achter. Nou, de been ging wel degelijk ook omhoog van Penders, die daar wel een risico neemt. Maar verder is te makkelijk naar de grond in de ogen van Brahma. Van Bronckhorst. Metiliga. Over terrein gefloten tegen Leurling. Nog eens kijken, is er nou contact? Ja, hij gaat misschien wat makkelijk liggen, maar hij moet ook wel springen om dat been van Penders te ontwijken. Brahma, die er recht achter loopt, vindt het niks. Had wel degelijk kunnen fluiten hier. Thomasson doet dat handig tegen Zwaanswijk. Alleen is landgenoot Metiliga hem dan wat te snel af. Landzaat. Wat te veel tijd nodig. Misschien geen uitverkochte Kuip, wel een sfeervolle Kuip. Ver inworp. Weggehaald door Penders. Nog eens Leerdam. Nu haalt Gillissen weg. Landzaat. Van Bronckhorst. Wijnaldum. Metiliga tegenover hem. Schot. Al vroeg geblokt. Gillissen die er ook nog bij was. Een furieuze eerste 10 minuten. Had Leon Vlemmings eigenlijk beloofd. Feyenoord dat druk naar voren zou geven. En agressief zou starten. Aanvallende intenties zijn er duidelijk. Leerdam. Kwakman, van de bal gezet door Wijnaldum. Thomasson. Maakt veel mensen teruggetrokken rond het eigen strafschopgebied. Biseswar. Van Bronckhorst. Balletje wat te hard. Maar wel een hoekschop. En zo is de drukker waar Feyenoord voor ging in de openingsfase. Bahia natuurlijk mee. Nou, NAC heeft een behoorlijke luchtmacht om dit soort situaties te verdedigen eigenlijk. Van Bronckhorst. Wel een kopkans. Maar dan is er volgens mij hens gemaakt. Ja. En dus even lucht voor NAC. Notabene is het Bahia die daar pas laat een directe tegenstander krijgt. Toch een van de betere koppers bij Feyenoord. Amoa wint van Bronckhorst. Leurling. Kolka. Leurling. Handig gedaan. Daar is Leurling. Die een hoekschop verdient.
Hij zwaaide wat vervelend naar het Feyenoordvak na de wedstrijd in Breda. Waarin hij ook al bijzonder vervelend werd bejegend de hele wedstrijd. Hij is iemand die normaal gesproken wel met dit soort omstandigheden om kan gaan. Sterker nog, dan alleen maar beter gaat voetballen. Corner van Kolka. Is niet slecht. Penders kan net niet lekker koppen. En maakt daarbij Hens uiteindelijk. Benieuwd of hij het Leerdam net zo moeilijk kan maken als afgelopen weekend. Gorten. Die wel gewonnen door Leerdam. Wijnaldum. Matilica. Amoa verlengt hem denk ik op zichzelf, maar dat lukt dus niet. En aangezien hij nu de enige is die druk zet, kan Amoa ook weer rustig rechtsomkeert maken. Dit levert weinig op. Bahia. Leerdam. En Makai. Penders bij hem. Thomasson eigenlijk enige afspeelmogelijkheid, maar die is daar wel. Controle alleen niet bij Jondal Thomasson. Leurling, Kwakman. Matilica wat kort. Terraula wel op tijd. Amoa is nog lastig voor Landsaat. En nu zet NAC druk. Dit zijn de momenten waar Feyenoord voor hem op moet passen. En Lamaan die lost het op. Biseswar. Thomasson, aardige combinatie. En Thomasson kan daar nog achteraan. Nog een voorzet. Thomasson gaat zelf. Wat te laks verdedigen van NAC. Eerste echte kans voor Feyenoord. Aanval lijkt hier mis te lopen. Maar niemand van NAC reageert vervolgens. Thomasson wel. Maar die kiest dan niet voor een nieuwe voorzet op ver. Maar voor een lastige bal vanuit een bijna onmogelijke positie. En geeft aan vervolgens dat hij dus niet zag dat er misschien anderen beter voor staan. Van Bronckhorst. Makai loert, randje buitenspel, maar hij mag door. Bereikt alleen Thomasson niet. Ver. Landsaat, laat hem maar aan Ver. Controle is er bij Feyenoord. NAC speelt het spel dat ze wel beheersen. Inzakken, Feyenoord laten komen en hopen op een snelle counter of iets in de omschakeling te kunnen uitrichten. Biseswar, iets te kort, maar werd daarbij ook nog even vastgepakt. En krijgt dus een vrije trap. Overtreding was er van Laurent. Het standje is er voor Gorten die de bal daarna nog even wegtikte. Van Bronckhorst. El Amadi.
ruzie omdat Loran ook een inworp wil nemen, maar hij is toch echt voor Feyenoord. Goeie bal op Wijnaldum. Ver. El Amadi. Voor NAC kan het seizoen hoe dan ook niet eindigen vandaag. Het is heel simpel. Als Feyenoord wint, komt er een beslissingswedstrijd. Als ze niet winnen, gaat NAC door. Met hoeveel doelpunten verschil maakt allemaal niet uit. Ook staat vast dat die beslissingswedstrijd dan in de Kuip wordt gespeeld. Dat heeft te maken met de stand op de ranglijst. Waardoor Feyenoord dat recht heeft verdiend. Gillissen. Aardige bal. Amoa. Maar die legt hem dan niet goed terug op Kolka. Maar Kaya nog achteraan. Kwakman verlengt. Amoa kopt even gezellig over met Kwakman. Levert niks op. Makai nog eens. Nee, Zwaanswijk op tijd. Maar die poging tot een stormachtige openingsfase heeft NAC zonder al te veel problemen overleefd. En Mario Been zal ongetwijfeld ook benieuwd zijn of hij nou volgend jaar Europa in kan met Feyenoord of niet. En hoeveel geld hij eventueel nog te besteden zal hebben om zijn selectie te versterken. Maar op al te veel zou ik niet rekenen als ik Been was. Voorlopig blijft het bij Dani Fernandes, die alleen nog medisch gekeurd moet worden. Oppassen. Die ballen van de zijkanten, altijd gevaarlijk met 4-5 uitstekende koppers bij NAC. Makai haalt weg. Leurling. Wijnaldum in duel met Kwakman. Weinig mensen bieden zich aan, dus moet Leerdam ver. Zwaanswijk, Kwakman. Gillissen. Penders schuift een beetje in. Gorter. Via Brama tot bij Amoa. Balletje wat te zacht van Leurling. En dan de overtreding daar van Gorter. Die ook aangeeft dat het eigenlijk kwam door de matige paas van Leurling. Deze overtreding was nodig. Enige echt jonge speler in de basis bij NAC Breda. Maar wel een goeie. Amoa is intussen op het gras gaan zitten. En vervolgens staat hij weer op. Om zich buiten de lijnen te laten behandelen. Dat is sportief. Door meteen te gaan liggen. Een beetje bij de lies zo te zien. Bukari loopt zich al warm. En ook hierin ziet het Feyenoord Legioen reden om Leurling nou weer uit te gaan jouwen.
Daarvoor hebben ze eigenlijk geen excuus nodig. Amoa weer terug. Maar voor alle zekerheid, dus onder andere Bukari en ook Reuze de dugout uitgestuurd door Maaskant. Landzaat. Dit vindt NAC allemaal prima. Feyenoord zal echt zelf wat moeten gaan bedenken. Hoeft er niet op te rekenen dat NAC iets gaat ondernemen op dit moment. El Amadi loopt zich dan simpel vast. Leurling. Gorter. Aardige versnelling met de bal aan de voet en dan neergelegd. Terecht de vrije trap en pijn bij Gorter. Leek even te wachten, maar de gele kaart komt er alsnog. Het duurde alleen even voordat Brama hem besloot te trekken. En dus staat Bahia voor de rest van dit duel op scherp. De gele kaart overigens wel terecht, want Gorter kan door, wordt neergelegd en daarmee een aardige aanval om zeep geholpen. De gele kaartenregel is weer eens uitermate ingewikkeld. Het zal ook niet met de play-offs. Bij twee gele kaarten ben je geschorst. Bisseswar en Leurling staan op scherp. Maar het is zo dat alle gele kaarten na de eerste playoffronde vervallen. Mocht een speler een schorsing oplopen, dan blijft die uiteraard staan. Maar stel NAC gaat door en Leurling krijgt geen geel, dan vervalt die ene gele kaart van Leurling dus. Alle tijd om het uit te leggen, omdat Gorter niet echt snel naar de zijlijn kan lopen, omdat hij te veel last heeft. Leurling lijkt zin te hebben in de vrije trap. Ook Kwakman staat daarbij. Het wordt Leurling in de muur. Gorter is weer terug, maar Amoa kan niet verder. Dat is duidelijk. En dus gaat Bukari komen. Amoa nog wel een keer aan het werk gezet. En dat lijkt een hoekschop op te leveren. Nee. Blijkbaar raakte hij de bal. En niet Bahia. Loran. Kolka. Diepte gemaakt onder andere door Leurling. Maar daar komt de bal bij lange na niet. Landzaat. Bisseswar. Thomasson. Wat slordig gekaatst. Landzaat. Thomasson, Makai ineens, maar niet tot bij El Amadi. En dan kan NAC, zou je zeggen, gaan wisselen, maar Bukari heeft zijn shirtje weer aangetrokken. Dan lijkt er even te gaan zitten. Dus gaat Amoa het nog even proberen. Amoa trekt ook weer, Bukari trekt ook weer een hesje aan. En valt dus voorlopig nog niet in. Wat op zich goed nieuws is voor Maaskant. Amoa houdt het nog vol. Makai. Slordig. En natuurlijk heeft Feyenoord meer balbezit. En je zou kunnen spreken over een licht overwicht. Maar buiten die ene hele lastige kans voor Thomasson heeft Feyenoord in 20 minuten niks af weten te dwingen. 0-0 een logische tussenstand.
En Feyenoord moet toch echt gaan scoren op een gegeven moment. Anders eindigt het seizoen vandaag. Met die Liga. Kwakman, goed meegenomen. Nog steeds Kwakman. Die de inworp verdient. Mama kan niet verlengen. Gorter. Kwakman. Wat al te enthousiast. Kolka nog wel goed. Maar in de handen van Timmer. Excuses van Timmer. Maar het komt het spel van Feyenoord niet ten goede. Er is geen ritme. Er is geen vloeiende aanval voorlopig nog. Dus blijft NAC simpel op de been. Nu misschien via Thomasson en Ver. Ver wordt even vastgepakt, maar dat mag dus. Dit ook van Bronckhorst. Krijgt wel de vrije trap. Dus melden Ver en Bahia zich voor het doel. Er zijn nog wel een paar die kunnen koppen. Makai natuurlijk. Vrije trap is van Landsaat. En die is goed. Thomasson geduwd, maar niks aan de hand. Van Bronckhorst. En weggehaald door Gorter. Brama wordt her en der toch wel even aangekeken. Ook Flemmings is polshoog te komen nemen. Was dat geen overtreding op Thomasson? Was dat geen strafschop? Brama vond het in ieder geval niks. Thomasson is duidelijk een andere mening toegedaan. Nog eens goed kijken. Daar gaat Thomasson. Ja, die krijgt wel degelijk die arm van Zwaanswijk in de rug. Dan kan je zeggen, dan moet je 10 penalties per wedstrijd geven. Nou, eigenlijk dus wel. Maar dat mag niet wat Zwaanswijk doet. Nog nooit won Feyenoord in de wel in de play-offs. Dat moet dus veranderen. Vandaag willen ze doorgaan. Ja, ook NAC won maar één keer in de play-offs. En dat was dus afgelopen weekend tegen Feyenoord. Zeker vorig seizoen verliep dramatisch voor NAC in de play-offs. Verloren 3 rondes op rij. Gorter. Neemt daar wat risico, niet handig. En krijgt wat makkelijk dan de vrije trap. Hier is al gefloten. Terwijl het toch vrij normaal duel is tussen Biseswar en Gorten. Gillissen. Kolka. Goeie bal. Amoa is daar, maar op tijd nog verdedigd. En dan is het geen bewuste terugspelbal van Bahia. Maar weer een hele nuttige actie van hem. Van Bronckhorst. Feyenoord. Halverwege de eerste helft totaal niet in staat om het NAC moeilijk te maken. En dus gaat NAC ook aan aanvallen denken nu. Wijnaldum. Simpel verdedigd weer door met Tiliga. Bahia. Zelf misschien maar schieten. Bahia, aardig. Ja, heel aardig. Beste poging in de wedstrijd. Notabene van de centrale verdediger. En de druk houdt even aan. El Amadi dankzij Wijnaldum. Paasje is goed. Thomasson geen buitenspel. Thomasson. Zwaanswijk ertussen.
En dan maakt hij uiteindelijk een overtreding op Gillissen. Bahia besluit het zelf maar eens te proberen met een hele aardige poging. Waar Ter Rouwelaar echt alle moeite mee heeft. De bal die ook nog bijna daarbij voor de voeten van Thomas ontvalt. Maar dat geluk ontbreekt dan net voor Feyenoord. Eerste keer dat Ter Rouwelaar echt wat moet doen. Gillissen. Ver, sterk. El Amadi. Heeft gezien wat Bahia deed, maar doet het zelf dan wat minder. Maar misschien geeft het Feyenoord de impuls die het nodig heeft. Dat is een keer een doelpoging. Want zelf komt het achterin natuurlijk ook niet in de problemen, dat moet gezegd. Maar NAC hoeft ook niet te scoren. Mislukt de bal van Biseswar. Maar net als Timmer zojuist de excuses meteen gemaakt. Misverstand tussen Pennis en Kolka. Van Bronckhorst. De ruimte gezien bij Leerdam. Korter geeft Maaskant van de zijkant aan. Dat NAC toch wat scherper moet verdedigen. Ver. En lopen heeft niet heel veel zin. Daarvoor staan er te veel van NAC. Baltempo moet gewoon omhoog. En nauwkeuriger. Wil Feyenoord wat gaan doen. En dit soort ballen zijn heel moeilijk. Dan moet Biseswar afrekenen met Loran. En eigenlijk ook meteen met Penders die dan rugdekking verleent. Nu maakt hij de overtreding. Maar zelfs al zou hij afrekenen met Loran. Kijk, daar staat Penders al. Eigenlijk kansloos voor Biseswar om daar iets mee te beginnen. Van Vessem die gaat warm lopen. Wellicht is er wat met Jellet en Rouwelaar. Hij oogt ja, fit, maar op dit moment hoeft hij ook niks te doen. El Amadi. Samen met Biseswar, ze komen eruit. Maar nu naar voren. Tot hier lukt het meestal nog wel een beetje bij Feyenoord. Thomasson. Plaatsen is aardig, maar had iets meer kracht nog bij gemoeten. Uittrappen lukt. Ook in de thuiswedstrijd in de competitie had Feyenoord het niet heel makkelijk met NAC. En had het een zeer vrije treffer nodig van Biseswar om er echt doorheen te komen. Er wordt nu weer even naar hem gekeken. Bedenk maar iets. Nou, dat is niet slecht. Pennis er nog net tussen. Matiliga. Namoa. Matiliga. Alleen Amoa is verder mee. Echt ook alleen Amoa. Nou, dan toch maar terug. Leurling meldt zich. Verdient de vrije trap. Ik hoop dat de moeder van Leurling geen tv kijkt. Bokari gaat alsnog komen. Tenminste, ja, het lijkt er nu toch echt op.
Eerste vrije trap nog van Kolka. En ze hebben zich allemaal weer voorin gemeld. Kolka, geen slechte trap. Daar is Loran en Timmer. Maar alsnog, Penders, weer Penders die scoort. De eerste kans voor NAC is raak. En het is een, nou niet een kopie van het doelpunt in Breda, maar veel scheelt het niet. Zij vieren feest. De Europa League is weer een stapje dichterbij gekomen. De vrije trap van de zijkant, net als in Breda. Een collega-verdediger die kopt. Toen was het Zwaanswijk, nu Loran. En is het dan Makai of Penders die het laatste zetje geeft? Wijnaldum kan Loran in ieder geval niet afstoppen. Het is lastig te zien. Het lijkt Penders te zijn die dat tikje toch geeft. Hij loopt zo overtuigend, juichend weg. We geven hem maar aan hem. 1-0 voor NAC. Bokkari intussen in de ploeg voor Amoa. Maar het is bizar hoeveel dit doelpunt lijkt op de 1-0 van NAC in Breda. Voorzet van de zijkant. Een verdediger die kopt. En Penders die uiteindelijk die bal erin schiet. En Flemmings had nog zo gewaarschuwd. Juist daar moeten we voor oppassen. Die vrije trappen van de zijkant zijn levensgevaarlijk voor NAC. Het gaat dus weer mis. En als je nog zout in de Rotterdamse wonden wil strooien, dan moet je zeggen dat die vrije trap verdiend is door Leurling. Maar Been weet dat Europees voetbal met Feyenoord nu behoorlijk ver weg is. En Flemming zal nog meer balen van dit doelpunt dan hij normaal al doet. Om de simpele reden dat hij extra heeft gewaarschuwd voor juist dit gevaar. Financiën uit Europees voetbal zijn ook ver weg. Dus ook zorgen bij het bestuur. Nou, Peter Houtman verzoekt om niet meer vervelend te zingen tegen Leurling. U begrijpt, dat helpt niet. Nieuwe man Bukhari, Kwakman. Daar is Leurling. Gillissen, Kolka. Daar is Bukhari, Leurling. Geen Hens. Gorter. Bukhari. Kwakman is voor het doel. In het gezicht van Leerdam. Het applaus is er natuurlijk niet voor het feit dat er een blessurebehandeling nodig is. Maar meer voor hem. Want zoals het er nu naar uitziet is het ook voor het laatst dat Gerard Meijer als verzorger dit seizoen in de Kuip wat kan laten zien. En Bahia wordt even opgelapt. Maar als Feyenoord het niet redt, en het is met nog iets meer dan 10 minuten te gaan tot de rust, en uitermate vervelende uitgangspositie, dan zien we ook Gerard Meijer na vandaag niet meer terug als verzorger in de Kuip. Bahia mag niet verdedigen met deze corner. Nog eens een tegenvaller voor Feyenoord. Kolka. Zwaanswijk kopt, maar kan verder niks met de bal. Feyenoord is hem alweer kwijt. Loran. Zomaar Loran. Nou, goede actie. Het legioen begint te fluiten. En ik kan me er iets bij voorstellen. Een poging van Bahia. Een halve kans voor Thomasson. En dat is het. En nu 1-0 achter. En het einde van het seizoen is dichtbij. Dat is ook meteen dan het einde van een lijdensweg voor de Feyenoord supporters. Maar toch. Ze zullen hopen dat Feyenoord zich nog even op kan richten. Het is het scenario dat NAC zich heeft gewenst.
Vrij simpel Feyenoord tegenhouden. Scoren uit de standaard situatie. En dan nog meer vertrouwen op de goede organisatie achterin. Tien minuten nog tot de rust. Zwaanswijk wint simpel van Makai. Feyenoord na het doelpunt er helemaal niet meer aangekomen voorlopig. Leurling. Bahia. Leerdam. Gillissen voor Thomasson. Goed gedaan. Leurling, Gillissen. Lekkere opening, maar Van Bronckhorst er nog tussen. Dus Biseswar. Tempo lijkt wat omhoog te gaan. Feyenoord zal wel moeten. Wijnaldum. Aardig gedaan. Thomasson. El Amadi. Krijgt hem niet terug tot bij Thomasson. En zet dan wel goed Metilica van de bal. El Amadi. Hens van Leurling. Legioen wil ook geel zien. Volgens mij gleed hij zelf uit. Ja. Opzet is dan moeilijk te bewijzen. Kan Feyenoord wat uit de standaard situatie? Dat is de vraag. Landsaat met de vrije trap. Boukari. En via ten Rouwelaar een hoekschop. Je hebt het gevoel dat dit niet de situaties zijn waar Feyenoord het van moet hebben. Kwakman, Penders, Zwaanswijk, Loran. Te veel goede koppers bij NAC om echt wat te kunnen doen. Corner van Danny Landsaat. Wijnaldum helemaal vrij. Ja, je kan nog zoveel goede koppers hebben. Als je niet bij een directe tegenstander gaat staan, heb je er niks aan. Alleen Wijnaldum doet weinig met het kansje dat hij had. Karelsen, die trouwens is geslaagd voor zijn cursus coach betaald voetbal. En als cadeau van Robert Maaskant een zaag heeft gekregen. Zodat hij alvast aan de stoelpoten van de hoofdtrainer kan gaan zagen. Nakker neemt wel erg ruim de tijd voor het nemen van de inworp. En dus gaat voor het eerst Brama maar eens aangeven dat de tijdrekker niet overdreven moet worden. Goed werk van Kwakman. Boukari wil het heel mooi doen. Hij kan het. Laat daar geen twijfel over bestaan. Je hebt spelers waarbij je je afvraagt waarom ze zo'n poging ondernemen. Boukari mag het, gezien zijn staat van dienst. Van Bronckhorst. Gillissen, weer een nuttige rol op het middenveld voor hem. Leurling buitenspel. Leerdam. Een 1-2 met Zwaanswijk lukt niet. En dus NAC.
aardig balletje. Gillissen. Goed gedaan, Boukari wordt vastgepakt en krijgt geel vanwege een schwalbe. Een hele belangrijke beslissing dit van Brahma, want als hij fluit voor een overtreding van El Amadi is het rood en een strafschop en lijkt het beslist. Nu leeft Feyenoord nog. Nou ja, het is inderdaad te makkelijk. Hij gaat te makkelijk liggen. Natuurlijk is er contact. Dat zie je hier, maar daarvoor hoef je niet zo te gaan liggen. Raar dat Boukari dat doet. Hij kan ook doorlopen. Goeie beslissing van Braamhaar om geen strafschop te geven. En dan is de gele kaart voor de Schwalbe ook wel op zijn plaats. Maar vreemd dat Boukari niet gewoon doorgaat, want dat leek toch echt wel mogelijk. En dan was het een hele grote kans geweest voor NAC. Kwakman. Bahia. Biseswar. Langs Loran. Niet langs Gillissen, die echt heel goed voetbalt. Boukari en Leurling. De twee minst geliefde nakkers bij het legioen. Ze komen er nu niet uit. Maar Feyenoord komt er al helemaal niet meer uit. Boukari, bij hem is het zijn verleden bij Ajax dat het legioen tegenstaat. Van Bronckhorst. Biseswar. Deed het op vergelijkbare wijze thuis tegen NAC, maar toen ging hij er nog heel wat fraaier richting de Rauwelaar, dus ook al in het doel. Gorter. Nog steeds. Hoe ver mag hij komen? Gorter. Ja, een heel end. Niemand die hem ook maar eigenlijk iets in de weg legt. Ze proberen het wel, maar het is gewoon een schietkans. Alleen recht op Henk Timmer. Wijnaldum. Mannen krijgt Feyenoord weer eens een kans. El Amadi. Makai. Leerdam. Thomasson. Biseswar. Van Bronckhorst is mee. Genoeg mensen mee nu van NAC. Van Feyenoord om wat te doen. Ja, NAC heeft veel mensen terug. Iedereen behalve Leurling eigenlijk. Nog maar eens Biseswar. Gorter geblesseerd. Feyenoord voetbalt verder. Wijnaldum. Penders. Kans misschien voor El Amadi. Nee, Kwakman voorkomt het. En voorkomt ook een hoekschop. Er lopen een paar spelers bij NAC. Met name nu Gorter. Met wat pijntjes. Ter Rauwelaar natuurlijk ook al. En Amoa is al vervangen. Penders haalt weg. De man van de enige treffer tot nu toe. Van Bronckhorst. Daar is Thomasson. Daarachter is Makai. Gillissen weer op de juiste plek. Eventjes lucht. Maar NAC zal het niet erg vinden als het rust is nu. Want Feyenoord dringt nog even aan. Eindelijk zou je kunnen zeggen. 2 minuten extra komen er nog bij. Voor Feyenoord om die gelijkmaker te maken. Bahia. Was er het dichtstbij. Met zijn schot van afstand. Maar wat heeft Feyenoord eigenlijk verder laten zien? In aanvallend opzicht.
Nu Makai, nee, Zwaanswijk. Wijnaldum. El Amadi langs Gillissen. Nog eens. Thomasson. Schot in de handen van Ter Auwelaar. Leroy Fer met de poging. Kan hem niet terugkrijgen bij El Amadi. En dan met een beetje mazzel voor de voeten van Fer. Eén minuut nog. Paas van Bronck was niet best. Zo ingeleverd bij collega linksback Metiliga. Boukari. De man van de raarste actie in de eerste helft met die Schwalbe. Penders. Ter Auwelaar met zijn rechter. Dat heeft hij niet graag. Goeie opening van Landsaat. Met vallen en opstaan Wijnaldum. De tijd dringt. Landsaat. De bal moet echt naar voren. El Amadi. Nou, het is rust. Ja, Feyenoord neemt zo lang de tijd. En wordt uitgefloten door het eigen publiek. Eén knal was er van Bahia. Verder nog wel wat halve kansen. Maar al met al heeft Feyenoord bijzonder weinig afgedwongen. En Penders, het blijft echt bizar om te zien hoe identiek dat doelpunt was aan zijn treffer in Breda tegen Feyenoord. De vrije trap van de zijkant, in dit geval van Kolka. Laurent die kopt en via Timmer krijgt Penders de kans. En alle aanwijzingen van Flemings om juist zo'n doelpunt te voorkomen hebben dus niks geholpen. Feyenoord heeft wat dat betreft niks geleerd. Maaskant met instructies voor Cairo. Wellicht dat die nog in gaat vallen, mocht Gorter bijvoorbeeld niet verder kunnen. Maar de conclusie is simpel. NAC blijft simpel en eenvoudig op de been. Want dit zijn misschien wel 9 schoten van Feyenoord. 9 kansen zijn het zeker niet geweest. En NAC staat voor. Feyenoord moet nog 2 keer scoren om een beslissingswedstrijd af te dwingen tegen NAC. Er zijn de nodige spelers geweest die zich hebben warm gelopen in de rust en zich wat warm gespeeld. Er lijkt er eentje in ieder geval in te gaan komen. Mols gaat zo te zien komen bij Feyenoord. Die heeft een uitvoerige warming-up gedaan. En naast bijvoorbeeld Timmer, die zijn laatste wedstrijd zou spelen voor Feyenoord als ze het niet redden, geldt dat natuurlijk ook voor Mols. Die komt dus voor El Amadi. En daarmee wat meer aanvallende intenties nog bij Feyenoord. Het zal ook wel moeten. Ja, ik heb geen spandoek eerlijk gezegd gezien voor Henk Timmer. Of bijvoorbeeld voor Serginho Green. Die ook nog op de bank zit. Maar wel eentje voor Mols. Die zelf nog hoopt wellicht ergens te kunnen voetballen. En dat hoopt Green zeker. De opdracht is duidelijk. 2 keer scoren. Om dat doelpunt van Penders ongedaan te maken. Anders eindigt het seizoen van Feyenoord hier. En daarvoor heeft het nog 45 minuten. En bij NAC is Reuze dus in de ploeg gekomen. En dan denk ik dat Gorter eruit is. Die de eerste helft al inderdaad een paar keer liep te trekken benen. Wel heel goed speelde. Nog meer routine in de ploeg bij NAC. En hetzelfde geldt uiteraard voor Feyenoord met de inbreng van Mols. De gemiddelde leeftijd is toegenomen. Boukari. Voorzet achter Kolka. Biseswar. Laurent. Leurling. Mols naast Makai in de spits. De vleugels blijven hetzelfde.
Er staat eigenlijk nu maar één controlerende middenvelder. En als Landsaat dan doorschuift, wat een beetje de bedoeling zal zijn, dan wordt het achterin 1-1. Nou, vanaf de aftrap dus alles of niet bij Feyenoord. Hier Leurling, die dus 1-1 nu staat met Bahia. Nog maar 3 verdedigers bij Feyenoord. Mols. Biseswar. Wat slordig gekaatst. En dan is Leurling 1-1 met Bahia. Is hij wel snel, maar doet hij dit wat al te optimistisch. Ver onhandig. Kan het zelf niet corrigeren. Reuzen. Dit moet Feyenoord niet te veel gaan doen. Omdat hij nu door is geschoven. Landsaat naar het middenveld. En er achterin dus veel meer ruimte komt voor NAC. Mag Feyenoord in ieder geval de opbouw geen dom balverlies leiden. En dan gaan de aanvallers van NAC een hele prettige tweede helft tegemoet. Metiliga. Thomasson, Biseswar. Mols. Goed van de bal gezet door Penders. Loran. Wijnaldum. Gillissen, die nog steeds te maken heeft met Thomasson. Nu de bal wat slordig inlevert. En een overtreding maakt om dat te compenseren. Kwakman is nu de speler die in principe Landsaat op moet vangen. Hier is Landsaat. Weg haalt Gillissen. Biseswar. Veel mensen van Feyenoord voor de bal. Zelfs Van Bronckhorst daar. Penders. Daar is Van Bronckhorst. Die zorgt voor het balbezit van Mols. Biseswar loopt zich vast op Koka. Leurling gaat. Gezien door Loran. En een goede bal ook van Loran. Leurling wordt vastgepakt, maar krijgt niks. Het contact was er wel. Bahia die hem aan zijn shirtje trok. Maar Brama, op grote afstand overigens, vond het geen overtreding. En dus kan Feyenoord. Open wedstrijd. Het belooft een leuke tweede helft te worden. Van Bronckhorst. Thomasson. Van Bronckhorst. Goeie actie, Biseswar. Moet Loran nog eens voorbij. Dat lukt. Thomasson helemaal vrij. Goeie kans. Misschien wel de beste kans van Feyenoord in dit duel. Jondal Thomasson. Eindelijk komt een van de vleugelspelers dus door. Biseswar en Wijnaldum tot nu toe volstrekt onzichtbaar. Maar dit doet Biseswar aardig en ook zijn voorzet is goed. Thomasson toch helemaal vrij om in te koppen. Makai buitenspel. Amoa intussen gedoucht. En in opperbeste stemming zo te zien. Nou, NAC moet wel blijven voetballen. Juist door de ruimte die het krijgt, zal de ploeg misschien geneigd zijn om heel snel de lange bal te spelen. Dat moet ook weer niet een automatisme gaan worden in de tweede helft. Bukhari
net niet. Basis slordig, Reuzen ertussen. En nu is NAC weg. Leurling. Boukari mee, Kolka mee. Drie man van NAC tegen drie van Feyenoord. Kolka. Er makkelijk langs, maar nog geen schietkans. Reuzer. Boukari, geen buitenspel. Kolka. Strakke voorzet, net niet tot bij Leurling. Maar het is echt alles of niet wat Feyenoord speelt. Je kan je niet voorstellen dat het bij 0-1 blijft. Feyenoord gaat of die gelijkmaker maken, maar ook de 0-2 is echt niet uitgesloten. En dan lijkt het zo'n beetje gebeurd. Maar Feyenoord moet wel. Mols. Landsaat. Wijnaldum weet Mols en Makai voor het doel. Daar is Makai. Sommige mensen denken volgens mij zelfs aan een strafschop. Het wordt gewoon een doeltrap voor Ten Rauwela. Ondanks de wat voorbijvliegende Matiliga daar. Matiliga op volle snelheid besluit verder mee te verdedigen. Ah, raakte die bal daar niet met de arm? Ja, daar nou een strafschop voor te geven. De corner was misschien wel op zijn plaats. Leurling. Vier man van NAC nu. Leurling krijgt hem bij Reuzer. En het is 0-2. Ja, het is logisch. Het lijkt gebeurd in de Kuip. Invaller Martijn Reuzer met de 2-0 voor NAC Breda. En Been weet Europees voetbal volgend seizoen. Met Flemings dan als assistent. Het zal niet gaan lukken. 1 tegen 1 achterin, dat is al een enorm risico. Maar in dit geval was het 4 tegen 1. Er wordt niet goed ingegrepen. En kijk dan naar de Feyenoord-verdediging. En hoe NAC vervolgens dus met 4 man tegen maar 1 echte verdediger nog het uit kan spelen. En Leurling doet dat goed. Alhoewel, hij speelt de bal niet zelf. Dat is Van Bronckhorst die het doet. Maar het gevolg is hetzelfde, 0-2. Drie doelpunten heeft Feyenoord nu nodig. De risico's zullen hetzelfde blijven. Achterin 1-1 en alle mensen voorin. Landsaat, Wijnaldum. Makai. Achter Thomasson. Verg wel goed. Landsaat nu een goede voorzet. Ja, niet goed. Wel goed van ver, maar het schot is minder. En als de doeltrap alweer snel genomen, maakt NAC dus haast. En zoekt het Leurling. Die wil heel graag scoren hier, goed, gok ik. Er is nog tijd genoeg en we hebben dit seizoen gekkere comebacks gezien. Feyenoord heeft nog 35 minuten voor 3 doelpunten. Maar dan moet de paas wel aankomen. En moet het natuurlijk niet de derde tegenkrijgen. Kolka, Leurling, Boukari helemaal vrij. Het wordt Kolka. Die zelf schiet. En zijn excuses aanbiedt aan Boukari. Die een tijdje met zijn hand in de lucht stond om de bal te ontvangen. Maar die kwam dus niet. Overtreding Gillissen. Matiliga. Legioen is nu ook stil. De enige die te horen zijn, zijn de 550 supporters uit Breda. Gaan nu
Bokari. Laurent schuift in. Krijgt nu de bal. En een vrije trap. Vrije trap van Bukhari. Nou, ik kan zo snel niks positiefs bedenken om daarover te zeggen. Bahia. Even opgevangen door Laurent, die nu als rechtsbuiten opereert. Kolka rechtsback. En Laurent heeft last. En er zijn al twee spelers geblesseerd uitgevallen bij NAC. En zoals het er nu naar uitziet, gaat het seizoen nog even door van NAC Breda. En dan is het maar afwachten hoe het staat met Amoa, Gorter en nu dus ook Laurent. Wijnaldum. Makai, niet langs Zwaanswijk, maar met een gelukje alsnog. Heeft het ook niet vandaag, Roy Makai. Ja, wie wel bij Feyenoord? Wie heeft het? Wie kan er nog wat? Of zijn ze misschien eigenlijk wel gewoon blij dat dit seizoen erop zit? Things can only get better. Dat lijkt een beetje het advies voor Feyenoord en voor het legioen. Laurent nog flink last. Hofstede zou zijn logische vervanger zijn. Biseswar. Heeft de ruimte, maar dan doet hij er toch uiteindelijk weer niks mee. En Laurent kan vermoedelijk niet verder. Maaskant vond het een overtreding op Leurling. Brahma niet. En dus mag Feyenoord verder. Landsaat. Twee mislukt. Kwakman. Bukhari. Matilica ineens diep, want daar is Bukhari. Maar de bal is over de zijlijn geweest. Nog steeds niet bekend waar hij volgend seizoen voetbalt overigens, Matilica. Er niet uitgekomen met NAC over een contractverlenging. Transfervrij op te halen. Maar Feyenoord zoekt geen linksback, is al aangegeven. Makai. Hoekschop. Ze hebben het heel hard nodig, dat doelpunt, om nog wat geloof te krijgen. Een half uur is tijd genoeg, maar dan moet je ook het vertrouwen hebben dat je het nog kan doen. Iedereen bij NAC terug in het eigen strafschopgebied. Zelfs Leurling bijvoorbeeld. En dus genoeg mensen terug. Biseswar. Van Bronckhorst. Biseswar. Wie vangt hem op? Mols. Ah, misverstand. Dit zijn wel kansen. Althans, mogelijkheden daartoe. Die Feyenoord laat liggen. Nog nooit won NAC in de Kuip. En vandaag zijn ze er dichtbij. En dan hebben ze weliswaar niet het feestje dat ze zo graag afgelopen zondag hadden willen vieren tijdens de bekerfinale. Omdat het weer misging in de halve finale. Maar misschien toch reden voor een feestje in de Kuip.
Mols. Goed gedaan. Maar nu. Bal te hard en buiten het bereik van Thomasson. Die hem dan nog wel binnen kan houden, maar... een kans kan je het niet noemen. Terwijl de dreiging er dan toch is. Mols. Benders. Ver naar Leerdam. Wijnaldum, onzichtbaar. Net als in Breda trouwens. Nu is hij er wel. Wijnaldum, kans. Nee. Dan laat zijn laatste balcontact hem toch in de steek. Biseswar. Beter in de tweede dan in de eerste helft. Is er nu ook langs. Biseswar gaat liggen. Geen strafschop. Corner voor Feyenoord. Daar waar de hele Kuip eigenlijk schreeuwt om een penalty. Ja, er is contact. Maar te makkelijk liggen dus in de ogen van Brama. Misschien alsnog de kans. Nee, drie man van NAC die zich daarvoor werpen. En uiteindelijk een slap rolletje in de handen van Terauwelaar. Die vervolgens ook weer voor de snelle uitworp kiest. Toch niet heel slim. Daardoor blijft het tempo hoog, wat NAC toch eigenlijk niet nodig heeft nu. Bramar heeft het gedaan nu, omdat hij de penalty niet geeft. Terwijl ik me een thuiswedstrijd tegen Ajax dit seizoen kan herinneren. Waarbij een niet gegeven strafschop door Brama wat beter viel bij het Feyenoord legioen. Toen Suarez werd vastgehouden. Wijnaldum. Vrij trap mee. Nou, het vuurtje wordt wat opgestookt nu. Het legioen laat van zich horen. Dat heeft het elftal nodig nu. Maar vooral een doelpunt. Landsaat met de vrije trap. Ver. Ja, hij raakte hem verkeerd, zou ik maar zeggen. Van Bronckhorst. En wegkant. Bukari vrij, gezien. En in het midden is Leurling. Twee man van NAC eruit. Bukari en Leurling. Kwakman en ook Reuzen en Kolka hebben zich nu gemeld. Dit is Reuzen. Balbezit bij NAC. Reuzen, man van de 0-2. Krijgt de inworp en daarmee de tijd die NAC even nodig heeft. Schreeuw bij Biseswar. Die overeind wordt geholpen door Van Bronckhorst. Ik denk mijn Leurling die daar... Biseswar raakte. Wijnaldum. Vier man nu voorbij. Wijnaldum. Ja, dan is het schot alweer niet goed. Het is het probleem van Feyenoord vandaag.
Zodra dat strafschopgebied in zicht komt, lijken de benen opeens van elastiek en komt er geen fatsoenlijk schot meer uit. Het zijn allemaal slappe rolletjes zo in de handen van Ten Rauwelaar. Er zit geen venijn, geen pit achter. Alles tot aan het strafschopgebied ziet er dan nog wel leuk uit, zoals nu bij Wijnaldum. Maar een kans, nee. Je kan het geen kans en ook geen gevaarlijk schot noemen. Een bal over de zijlijn geweest. Leurling wordt nu eens een keer vriendelijk toegezongen. U begrijpt dat dat is door het NAC-publiek. Biseswar. Applaus van Maaskant voor zijn aanvoerder. De verdediging van NAC staat weer goed. Al het balbezit voor Feyenoord. Ook echt veel meer schoten hoor dan NAC. Maar minder doelpunten. En ook uiteindelijk gewoon te weinig echte kansen af weten te dwingen. Landsaat, nu dan. Er zijn wel wat mensen voor het doel. Maar ja, Gillis ook. En Loran. Ver. Wijnaldum. Lorang en Penders. Buitenspel Makai. En heel voorzichtig zie ik op de tribune naast me de eerste mensen al naar huis gaan. Nog 20 minuten, maar niemand bij Feyenoord die er nog in lijkt te geloven. Althans niet op de tribune. En op het veld kan je dat ook afvragen. Gillissen. Wijnaldum. Zoekt Matilica op. Dan Zwaanswijk. Biseswar. Vier Feyenoorders voor het doel, dus de voorzet moet komen nu. Het blijft gepriegel in een ruimte die er gewoon niet is. Daarvoor zijn er te veel verdedigers van NAC. Van Bronckhorst dan. Lekker schot. Eindelijk iemand die is vol uithaalt. Maar dan is Ten Rauwelaar op zijn plek. Corner van Bronckhorst zelf. Mols. Niet heel moois in gedachten. De Klerk gaat komen. Voor, vermoed ik, aanvallende impuls aan de linkerkant. Landsaat eruit. Dat betekent dat Van Bronckhorst nu doorschuift naar het middenveld. Hij gaat links op het middenveld spelen, ver rechts op het middenveld. En de Claire linksback. En Tindalli gewoon op de rechterkant op de plek van Leerdam. Hij wil weg, hij mag weg. Dus waarschijnlijk ook voor Tindalli zijn laatste minuut in een Feyenoord shirt. Tenzij er een wonder gebeurt nog in de Kuip vanmiddag. Dat zijn de laatste wisselmogelijkheden voor Flemings.
NAC heeft na de 0-2 eigenlijk amper meer een kans gehad. Maar hoeft ook niet meer. Geen Bruins, geen Slorry dus. Maar verdedigend gewisseld. Om daar met een omzetting waarbij Van Bronckhorst dus naar het middenveld is gegaan, iets teweeg te brengen. En Flemings kiest er niet voor om bijvoorbeeld Wijnaldum of Biseswar naar de kant te halen. Zwaanswijk. Van Bronckhorst richting Thomasson. Maar ook Penders is daar. Stevige overtreding hoor van Bronckhorst. Een vrije trap naar Leurling. Hoek is lastig. Nou, dan creëert hij nog eens een kans. Leurling, maar één keer te veel gekapt eigenlijk. De ruimte leek er te zijn voor een schot met links. Bukari dacht aan een paasje op hem. Maar je zou zeggen, hier nu schieten. Dan kapt hij toch nog een keer. En dan is Tindalli op zijn plek. Penders blijft zelfs achterin nu. Toch nog wel een paar aardige koppers voor het doel hoor. Laurent gaat ver richting Leurling. De Claire wint en mag zelfs gooien. Biseswar, Wijnaldum wil hem hebben en krijgt hem. Tindalli mee. Nog maar eens Tindalli dan. Worstelt zich langs Metilica en verdient een hoekschop. Metilica boos, wilde een vrije trap. En wat hij zo tekeer ging, krijgt hij nog even van Bramaert te horen dat hij zich in moet houden. Maar het vasthouden van Tindalli niet bestraft. Hoe boos Metilica zich ook maakt. Biseswar. En dus is dit het seizoen waarin er een paar talenten zijn doorgebroken. Genoeg eigenlijk bij Feyenoord. Wijnaldum, Ver, Leerdam. En er komen er ook nog genoeg aan als je al de lichtingen van Oranje onder 17 en zo bekijkt. Maar al met al is het dus ook weer gewoon een verloren seizoen. Waarin Feyenoord te weinig heeft gepresteerd. Waarbij Van Bronckhorst weliswaar voorop gaat in de strijd. Maar dat opnieuw te stevig doet. Steeds meer Feyenoord supporters verlaten hun plek al. Terwijl die van NAC alleen maar vrolijk aan het springen zijn. En zich opmaken voor een trip naar het Hoge Noorden vermoedelijk. Tindalli. Reuze. Zijn doelpunt heeft de wedstrijd toch echt wel beslist. Ver. Daar is het ver nog, maar het blijft bij een hoekschop. Kwakman ertussen. Natuurlijk, er is inzet, er is goede wil.
Dat valt echt niet te ontkennen. Feyenoord probeert het wel. Daarover kan het legioen na afloop niet mopperen. Zwaanswijk. Kwakman. De Cler werkt de Leurling naar het gras. Het mag. Ver. Opnieuw de Cler. Thomasson verlengt. Maar dan de verkeerde kant op. En bovendien maakt hij een overtreding. Misschien een van de weinigen bij Feyenoord die terug zal kijken op een leuk seizoen. Wijnaldum. Thomasson bleek wel uitermate effectief als hij even op het veld stond. Maar was te vaak geblesseerd om nou echt te kunnen spreken van een lekker seizoen. En zij geloven het allemaal wel. Er zijn er nog een paar die blijven zitten. Die denken, ik was er vanaf de eerste minuut bij waarschijnlijk. Ik zal die laatste pijnlijke minuten ook allemaal meemaken. Want je kan van Feyenoord supporters zeggen wat je wil. Ze zijn trouw. En zij die nu nog blijven zitten met het seizoen dat ze hebben gehad. En de kansloze minuten die vandaag nog resteren. Verdienen wat dat betreft respect. Kolka. Bukari. Metiliga. Gillissen. Bisseswa. Vertrouwd op zijn snelheid, maar overschat hem nu ook een beetje. Goed voetbal is al een tijdje niet meer te zien nu. Omdat ook NAC het erg slordig uitspeelt allemaal. Zoals nu. Waarbij Penders kiest voor een hele onlogische optie. Omdat Leurling helemaal vrij stond aan de rechterkant. Maaskant probeert de Kwakman te bereiken. Dat er misschien wel iets te aanvallend werd gedacht nog even. Als NAC had gewild hadden ze nog op jacht kunnen gaan naar de 0-3 in een goede counter. Maar blijkbaar willen ze dat vandaag niet. Timmer. Tiendali. Mols. Bisseswar. Wijnaldum. NAC heeft buiten Leurling iedereen mee terug. Ja. Dan heeft het geen zin om alles door het midden te willen spelen. Hoeveel voorzetten zijn er nou van de zijkant gekomen naar bijvoorbeeld Thomasson, Mols en Makai als die voor het doel stonden? Misschien één bruikbare voor Thomasson. Leurling met de versnelling. Geven, dat doet hij. Reuzen. Kolka vrij. Bukari. Ineens Leurling. Nou, terug op Bukari. En dan mag het zomaar 0-3 worden. Het is dat hij van 3 meter die bal er niet in krijgt. Wat eigenlijk knapper is dan die bal er gewoon inschiet eigenlijk. Hij voorkomt dat het nog veel pijnlijker wordt voor Feyenoord. Mols houdt hem nog binnen. Wijnaldum. Alles door het midden.
En een zeer, zeer tekenend schot van de aanvoerder. Wat een kans voor Bukari. Mooie aanval. Goed uitgespeeld. Waarbij Bahia geen idee meer heeft waar Bukari is. Maar Bukari schiet de bal dan recht op Timmera. Slecht afgemaakt. Na een goede voorbereidende actie van hemzelf. Dat wel. Drie man van Feyenoord nu. Waaronder Makai, maar NAC geeft niks cadeau. Kwakman, uitstekend gedaan. Paas van ver ook iets te kort, maar ook weer goed verdedigd door Kwakman. Bisseswar. De Cler. Wie schiet de bal erin? Of in ieder geval richting het doel? Niemand. Van Bronckhorst. Feyenoord verdient natuurlijk wel een doelpunt. Voor alle goede intenties. En het aanvallende spel in de tweede helft. Wijnaldum blijft hier nog knap op de been. Thomasson, hoekschop. Herkansing. Wijnaldum. Terraula niet. En dus een kans. Nee. Makai tot twee keer toen niet op doel. En uiteindelijk weggehaald door Matiliga. Van Bronckhorst daarbij geblesseerd geraakt. Probeert de pijn te verbijten. Hier met zijn poging op doel. Dan is Kwakman daar nog. Ja, vervelend. Het lijkt te gaan met Van Bronckhorst. Corner alleen opnieuw niet goed van Wijnaldum. Leurling. Slim gedaan. Mario Been. Ze hopen dat hij een soort wonderdokter is. Maar hoe reëel dat is, als je de verhalen hoort van Gudde. Er is gewoon geen geld. Alleen externe financiers kunnen aankopen mogelijk maken. En laten we niet vergeten, er moet nog altijd bijvoorbeeld een nieuwe eerste doelman komen. Kolka. Goed gespeeld. Bukari. Geen buitenspel. Het is 3-0 voor NAC. Kwakman maakt hem. En hij verdient het. Want hij speelt vandaag goed. Hij speelt het hele seizoen goed. Een van de ontdekkingen misschien wel. Het is tenslotte pas zijn eerste seizoen in de Eredivisie. En Kwakman heeft bewezen dat hij dat niveau makkelijk aan kan. Zij vieren hun feestje. En zij zingen volgens mij schaam je rot. Kolka legt terug. Bukari scoort niet. En dan is het inderdaad geen buitenspel voor Kwakman. De moedeloosheid straalt er werkelijk vanaf bij NAC, bij Feyenoord. En NAC profiteert in de slotfase. Zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord is een deceptie. Laurent naar de kant. Dat betekent dat er nog wat speelminuten zijn voor Tim Hofstede. En dus schrijft NAC vandaag geschiedenis door voor het eerst in de Kuip te winnen van Feyenoord. En hoe 0-3. En stel ze willen, dan wordt het ook nog 0-4 hoor. Leurling wil zeker. Feyenoord Legioen zit nu voor Gerard Meijer. Omdat ze ook doorhebben dat die
zijn laatste wedstrijd als verzorger erop zo'n beetje heeft zitten. En hij zwaaide even terug. Zal toch ook zo'n clubman juist de pijn doen. Dat het hier nog even 0-4 wordt, zeg. Onwaarschijnlijk. Wat een pak slaag. Wat een vernedering voor Feyenoord. En het is een oud Feyenoorder die het allemaal nog wat pijnlijker maakt. Jonas Kolka. En als NAC had gewild in de tweede helft, dan was het echt nog wel meer geworden dan 0-4 ook. Hij haalt maar eens uit. Waarom niet? Heerlijk doelpunt natuurlijk. Maar het mag ook allemaal van Feyenoord. Feyenoord wordt vernederd in de eigen kuip. Door NAC Breda. De ploeg die hier nog nooit wist te winnen. En nu. Het is zeer, zeer pijnlijk. Het seizoen voor Feyenoord dat begon op 31 augustus met een 3-1 nederlaag in Almelo. En dat bleek een voorbode voor een nieuw dieptepunt in de Feyenoord geschiedenis. Het ontslag van Verbeek, de ene nederlaag na de andere. Er was een opleving onder Flemings, die leidde nog tot de play-offs. Maar in de play-offs blijkt dat Feyenoord uiteindelijk gewoon heel veel tekort komt. Om zich ook überhaupt maar te kunnen plaatsen voor Europees voetbal. In twee wedstrijden wordt volkomen terecht verloren van NAC Breda. Bukari buitenspel. Nou, pak het synonieme woordenboek er maar bij. Blamage. Gênante vertoning. Je kan het allemaal invullen. Feyenoord dat thuis met 4-0 verliest van NAC. Het is een topclub onwaardig. Maar een topclub, dat is Feyenoord, als je heel eerlijk bent, al lang niet meer. De Cler. Je kan naar lichtpuntjes gaan zoeken. Naar Wijnaldum, Fer, Biseswar, Leerdam. En een echte Feyenoord supporter vindt die lichtpuntjes altijd. Maar eigenlijk is het wel een vrij passend einde van dit seizoen. Waarbij het nog op moet passen dat het geen 0-5 wordt. Bukari krijgt nog een schop. En als Brama slim is, stelt hij geen extra tijd bij. Maar fluit hij gewoon af. Het is een lijdensweg geweest voor de supporters die 9 maanden heeft geduurd. En dan konden deze 90 minuten er ook nog wel bij. Waarbij Leurling. Nou, dat was echt wel heel pijnlijk geworden. Maar het blijft ze bespaard dat de meest gehate NAC'er ook nog scoort en er 0-5 van maakt. Het blijft het legioen bespaard. En het legioen heeft nog maar 1 iemand om voor te zingen. Niet meer Leurling, maar ze zingen voor Gerard Meijer. Wiens 50-jarige loopbaan in de Kuip zo moet eindigen. Het is afgelopen. Het seizoen 2008-2009 eindigt